Numeri 12. Mirjam nu sprak met Aaron over Mozes naar aanleiding van de Ethiopische vrouw die hij genomen had. Want hij had een Ethiopische vrouw genomen en zij zeiden: Heeft de Heere soms uitsluitend door Mozes gesproken? Heeft hij ook niet door ons gesproken? En de Heere hoorde het. Mozes nu was een zeer zachtmoedig man, meer dan enig mens op de aardbodem. Toen zeide de Heere onverwijld tot Mozes, Aaron en Mirjam: Gaat met uw drieën uit naar de tent der samenkomst. Daarop gingen zij met hun drieën uit. Toen daalde de Heere neder in de wolkkolom, stelde zich in de ingang der tent en riep Aaron en Mirjam, en zij traden beiden naar voren. Toen zeide hij: Hoort nu mijn woorden. Indien onder u een profeet is, dan maak ik de Heere mij in een gezicht aan hem bekend, in een droom spreek ik met hem. Niet aldus met mijn knecht Mozes, vertrouwd als hij is in geheel mijn huis. Van mond tot mond spreek ik met hem, duidelijk en niet in raadselen. Maar hij aanschouwt de gestalte des Heren. Waarom hebt gij u dan niet ontzien tegen mijn knecht Mozes te spreken? Daarom ontbrandde de toorn des Heren tegen hen en hij ging heen. Toen nu de wolk van boven de tent geweken was, zie, Mirjam was melaats als sneeuw. Toen Aaron zich tot Mirjam omwende, zie daar een melaatse. Toen zeide Aaron tot Mozes: Ach, mijn Heer, reken ons toch de zonde niet toe, die wij in onze dwaasheid begaan hebben. Laat haar toch niet zijn als een doodgeborene, wiens vlees reeds half vergaan is, wanneer hij uit de schoot zijner moeder komt. En Mozes riep tot de Heere: O God, genees haar toch. Daarop zeide de Heere tot Mozes: Had haar vader haar openlijk in het gezicht gespuwd, zou zij dan niet gedurende 7 dagen te schande zijn? Laat haar gedurende 7 dagen buiten de legerplaats gesloten worden, en daarna mag zij zich er weer bij voegen. Daarop werd Mirjam 7 dagen buiten de legerplaats gesloten, en het volk brak niet op voordat Mirjam zich bij hen gevoegd had. Toen brak het volk op uit Gasserot en legerde zich in de woestijn Paran.